Mijn vriendin Carlijn had kanker. Zij moest op een zeker moment geopereerd worden en zij zag daar enorm tegenop. En er was daar een arts, een chirurg, en die deed zoiets aardigs en het was een heel klein gebaar. Hij pakte haar arm en hij wreef daar, of hij aaide daar een tijdje overheen, vlak voordat ze onder zeil werd gebracht. En het was alleen dat, niet meer en niet minder, maar het maakte al het verschil, want daardoor voelde zij zich veilig en geborgen en had ze er vertrouwen in. En het was heel menselijk en dat ontroerde mij zo dat ik dat op Twitter had gezet van wat lief, dankjewel alle dokters. En toen kwamen er zoveel aardige woorden binnen en zoveel aardige ervaringen van iedereen dat ik ze heb gebundeld onder de hashtag dankjedokter. En daardoor kwamen er allemaal mensen die hun eigen ervaringen met lieve verpleegsters en lieve verplegers en aardige chirurgen. En die daar al hun verhalen onder hebben gebundeld. En dat was een hele vrolijke movement werd dat ineens zo in december en een nodige.